Welkom terug bij Shownieuws. Vervelend en vooral pijnlijk nieuws voor Jolante. Een gezellig middagje met haar zoontje Tess Chava is geëindigd op de eerste hulp. Nou jongens, ik ben eergisteren teruggekomen uit Nederland naar L.A. En ik was super blij. Ik ging Tess ophalen uit school. En Tess wilde natuurlijk gelijk voetballen. En toen raakte mama geblesseerd. En dit is het resultaat. Een gescheurde enkelband. Heel vervelend. Dus ik loop nu op krukken. Nou, op krukken lopen en er dan zo flawless uitzien. Dat kan alleen Jolante. Doet ze heel goed. Maar ze loopt wel een beetje problemen op met haar nieuwe filmklus in Amerika. Want die heeft ze namelijk. Vacation Nightmare heet de film. En die heeft ze eigenlijk te danken, die rol, aan Massey Ferlin. Een acteur waar ze ook de Egyptian Affair mee gespeeld heeft. En die had namelijk een heel leuk filmpje, een leuk video van Jolante op zijn Instagram gezet. Dat viel op in Hollywood. En toen hebben ze gelijk haar een rol in deze film, waar hij ook weer in zit. Ik wil verder niks zeggen. Maar in ieder geval, dat gaan ze samen doen. En althans, als ze dit een beetje snel kan laten genezen. Want ze moet anders op krukken door die film. Hè. Dat is natuurlijk ook niet echt handig. Ja. Maar het is natuurlijk bijzonder lullig voor Jolante. En ook voor Chess. Want met wie moet hij nu voetballen daar? Beterschap en sterkte. Namens ons allemaal. Leven als Cher.